COOL staat voor coaching op leefstijl. Met COOL leer je keuzes maken die bij je passen. Mensen met overgewicht kunnen bij de huisarts of de praktijkondersteuner een verwijzing vragen. Op het moment dat zij voldoen aan de voorwaarden, dan kunnen zij deelnemen aan het COOL-programma. We hebben bewegen toegevoegd aan het COOL-programma om mensen letterlijk in beweging te krijgen. Als mensen letterlijk in beweging komen, komen ze figuurlijk ook vaak in beweging. En dan kunnen ze ervaren wat bewegen met ze doet. Dan krijgen meer zelfvertrouwen, meer inzicht in wat ze allemaal kunnen. En het levert ze sociale contacten en heel veel plezier op, waardoor ze later uiteindelijk ook meer gaan bewegen. Door mensen letterlijk in beweging te brengen, dus deel te laten nemen aan een sportprogramma behorende bij het COOL-programma, komen zij in aanraking met sport, ervaren zij dat ze meer kunnen dan ze denken. Vervolgens kunnen zij ook in gesprek gaan met een sportcoach om te kijken wat ze leuk vinden om te doen, wat er bij ze past en wat er in de regio wordt aangeboden. COOL-deelnemers komen bij mij terecht in de beweeglessen. En in de beweeglessen gaan we kijken naar sporten, spelactiviteiten. Gaan we sporten in individuen, in duo's en in groepen om te kijken wat het beste bij de deelnemer past. Op het begin denken deelnemers vaak dat ze iets niet kunnen en aan het einde van de les komen ze er toch achter dat ze het wel kunnen. Die beweeglessen die hebben in ieder geval mij heel erg bewust gemaakt. En door daaraan mee te doen, dan gaat steeds beter het idee groeien van ja, je moet er echt iets aan gaan doen. Je bent al wel 70, maar je moet er gewoon echt iets aan doen. Nou, kijk, als je merkt dat die regelmatige beweging dat resultaat oplevert, dan geeft dat heel veel, dan geeft een echt een flinke boost aan je vertrouwen. En dat is hartstikke leuk.